Deze stalen damwanden staan er een beetje scheef in en hadden eigenlijk tot een diepte van minimaal 14 meter in de grond gemoeten. Maar ze komen niet verder dan 6 meter. Ondanks allerlei vooronderzoeken had het Hoogheemraadschap niet verwacht dat ze op iets hards zouden stuiten. Het zou kunnen zijn dat daar een oude constructie zit of delen daarvan, een oude kademuur. Het zou kunnen zijn dat er gewoon puin zit. We komen namelijk niet overal hetzelfde tegen. We hebben op sommige punten gemerkt dat we de damwand echt op iets steenachtig zetten. Maar op andere punten zit er vermolmd hout aan de onderkant als we hem omhoog halen. De werkzaamheden zijn voorlopig nu stilgelegd. Rondom het kanaal Gaag staan vooral monumentale panden, waarvan de meeste niet onder heid zijn. Bewoners vrezen nu de werkzaamheden zijn stilgelegd dat de grondwaterstand nog verder zal veranderen. En zijn bang voor verzakkingen en beschadigingen aan hun huizen. Ze hadden misschien nog beter onderzoek moeten doen, denk ik. Maar ja. Ik ben wel bang voor schade aan mijn huis. Ik ben wel enigszins bezorgd. Ons huis is een van de oudste hier op de kade uit 1735. Dus dat is ook al nog allemaal niet geheid. Goed, als daar inderdaad resultaten zijn die het huis beïnvloeden, ja, dan daar ben ik wel een beetje bang voor. Maar altijd als je aan het bouwen bent, bestaat er risico. Dus we doen wel zoveel mogelijk, of eigenlijk zo'n beetje alles hier wel, om die schade te voorkomen. En dat betekent ook met dit soort akkefietjes waar je zeg maar op stuit, of dit soort problemen, dat je dat ook heel erg goed in ogenschouw moet nemen. Het Hoogheemraadschap heeft gespecialiseerde bureaus ingehuurd om te kijken wat er nu precies op de bodem van de Gaag zit. En om te kijken hoe ze de schade aan de huizen kunnen voorkomen.